En... Wow! Hallo mensen van Marnikker en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we echt de sickste dingen hier aan jullie laten zien in Fortnite. Er zijn nieuwe glitches gekomen, echt hele grote glitches ook. Die laat ik zo meteen zien. Maar eerst even beginnen we met een tip. Laat ons een likeje achter en check ook zeker het linkje in de beschrijving. Want daar staat G2A. En als jij een game wilt kopen, kan je daar misschien de volgende keer als eerste checken. Want daar kan je goedkope games halen dan waar dan ook. Goed, we beginnen eventjes met een hele zieke tip eigenlijk wat je gewoon kan doen. En daarna gaan we de glitches aan jullie laten zien. We beginnen rustig. Dan gaan we groot beginnen, dan weer rustig en dan weer groot eindigen. Alright, hier heb je een heel mooi bordje. En let goed op wat er gebeurt als ik naar dit bordje toe loop. Oh my god, ik kreeg gewoon 20.000 XP. 20.000 XP kan je hier vandaan halen. Super chill, super slurp juice is dit zo. En dat zie je hier bij het meer, daar zo. Super chill, deze persoon heeft het ook. Wij gaan snel door naar de eerste glitches. Ja, we gaan dit lekker lieven. Yo. Tada! Joejoe! Op naar de eerste glitch. En daar zijn we dan bij Stark, de nieuwe plek. En we hebben hier natuurlijk de welbekende auto staan van Iron Man. Nou, die staat hier natuurlijk niet altijd voor de deuren. Staat hij daar binnen, staan er ook altijd wel twee. We gaan hem eens even nemen. En die is natuurlijk super snel. Die heeft geen benzine. Deze heeft wel gewoon heel chill. Boosters! Burp! Ja, dat is in ieder geval super sick. Goed, wij gaan inbreken in de kluis. Maar ja, dat kan natuurlijk niet zonder pasje, hè. Want ik zal het even heel snel laten zien. Hieronder in dit gebouw heb je de kluis zitten. Maar daar kan je niet in zonder dat je het pasje hebt van Iron Man. Maar er is toch een kans om daarin te komen. Om gewoon in te breken. Dus let heel goed op. Ik ga de manier hoe je dat moet gaan doen precies aan jullie laten zien. Al deze dingen heb ik trouwens gevonden op Reddit. Super chill voor leuke glitches. We moeten dit allemaal slopen hier. Je kan precies hetzelfde doen als wat ik doe. Ik wil net iets anders hakken. Maakt allemaal niet zoveel uit. Nou, we gaan in ieder geval deze eventjes zo neerzetten. En dan gaan we nu echt iets heel erg simpel. Nou, simpel is het eigenlijk niet heel erg. Maar dit is een van de kleinere glitches, hè. Ik heb zo meteen nog twee hele grote. We moeten nu heel voorzichtig de auto erheen rijden, want die rijdt alles kapot waar hij heel snel tegenaan beukt. Dus wij moeten nu heel voorzichtig die auto hieronder zetten. En nu het enige wat we moeten doen is heel snel in- en uitstappen. Dus als je uit gaat stappen, moet je heel snel weer instappen. En dan gaan we proberen, oké? En, oké. Het is heel moeilijk. Misschien horen hier de knoppen. Mij de knoppen indrukken. Yo, oh my god. We waren bijna onderin geglitcht. Nou heb ik al gesloopt. Zoals je ziet is deze wel redelijk lastig wat ik nu aan het doen ben. Ja, het is gelukt. Oh, waar zijn alle kisten heen? Die zijn... Wat? Er waren alle kisten hier ook, maar die zijn volgens mij... Gesloopt? Ja, maar nee! Nu zit ik hier vast! Ja, dit is een hele leuke glitch waar je eigenlijk precies niks aan hebt. Dan nou zit je dus opgesloten. Maar het is wel leuk als je hier dus inbreekt. Maar dat moet je niet doen in openbare games. Dan moet je geen glitches gebruiken. Maar dan kan je dus je spullen jatten en dan kan je hier bijvoorbeeld op iemand wachten. En dan gaan ze open en denken ze... Oh, loot! En dan... schiet je iedereen kapot die hier naar binnen wilt komen. Alright, voor deze eerste echte grote glitch moeten wij zorgen... Eigenlijk voor de twee grote glitches moeten wij zorgen dat wij de Iron Man spulletjes hebben hier zo. Dat is best wel lastig nog. Ik heb een maatje meegenomen die mij gaat helpen om Iron Man hier helemaal te slopen. Alleen, het zit er ook nog vol met guards. Dus ik moet even zorgen dat ik een wapen heb. Oppassen voor al die bots. Oh, dat is mijn maatje die daar loopt. Goed, dan ga ik dit even pakken. En even bots killen. En daar heb je Iron Man al gewoon. Oh jee, run! Nee, ik ben nu al bijna dood. Oh jee, dit gaat fout. Oh my god. Ik ben nu al bijna dood. Gewoon nu al bijna dood. Oh my god, daar is mijn maatje. Jeetje man. Ja, die Iron Man is natuurlijk super sterk. Maar nu heb ik wapens, nu heb ik health en ik heb ook nog een shield. Dus wij moeten die dingen pakken om dus die glitches uit te kunnen voeren. En dat gaan we nu doen. Hopelijk is hij al heel ver. Als hij nou ook doodgaat, dan is heel de game al voorbij. Dan is het helemaal gefaald, heel dit idee. Heel deze glitch. But we can do this. Even kijken, waar is hij? Is hij al dood? Hij is nog niet down, toch? Staat hij daar ergens? Oh, hij heeft hem al! This dude is super snel, jongens en meisjes. Oké, het volgende wat we nu nodig hebben zijn crash pads. Dus die moeten we nog even gaan zoeken. Alleen, de vraag is waar dat we die crash pads kunnen vinden. Jeetje, wat heeft hij dit snel gekilled allemaal. Dat heeft hij snel geklaard. Er kunnen nog overal bots zitten, maar ik denk dat we naar de kluis gaan. En nee, die kluis gaan we niet openen met die glitch die ik zojuist heb laten zien. Ja, heeft hem open. Lekker bezig. En dan gaan we eens kijken. Hopelijk zitten de crash pads die we dus hiervoor nodig hebben hier ook in. Ik hoop dat we die nu al kunnen vinden gewoon. Dat zou super chill zijn.
Ja, ik heb crash pads. Daar liggen die. Got hem. Alright. Super chill. Ik heb er dus nu 3 bij me. Die kan ik misschien eigenlijk meteen allemaal al gebruiken. Misschien... Ik wil het meer. Ik wil het vaker testen. Ik wil er meer. Meerdere van die... Oh, ja! Kon je net zeggen? Meerdere van die dingen zijn wel heel moeilijk te vinden. Maar ik heb er gevonden. Alright. Ik denk dat ik even glitch nummer 1. Ik heb 2 hele grote glitches. En de eerste ga ik nu meteen aan jullie zien. En de andere komt straks ook nog. Dus, de allereerste is misschien wel de allertofste. En ik zou deze... niet gebruiken in een game met andere mensen als ik jullie was. Dit is een hele gevaarlijke glitch. Maar ik ga hem eens testen. Alleen, waar is mijn maatje? Ik wil hem aan hem laten zien. Kom hier. Ik heb het. Ik heb genoeg. Waar ben je? Ik moet als eerst voor deze glitch springen. Of nee, deze is het. Deze moet ik daarvoor hebben. Dit is hetgene die ik nu ga gebruiken. De Iron Man's Unibeam. Dus die ga ik gebruiken. Let goed op. 3, 2, 1... En dan ga ik springen, schieten en dubbel springen. Dus springen, schieten en dubbel springen. En hoppakee! Ik moest wel 2 keer springen, dubbel springen. Maar hey, we vliegen in de lucht. En ik hoef niks te doen. Ik doe niks. Hey, schiet niet op me, joh. En ik kan niks doen. En ik ga nu zo hoog de lucht in. Ik kan het hele eiland vanaf hier zien. Ik kan letterlijk alles zien. Dus dat is echt super nice. Ja, en je kan niet doodvallen als het goed is. Als ik nu naar beneden gevallen. Gebruik dit niet in een openbare game, jongens en meisjes. Want dat is een beetje verboden. Ik weet niet hoe hoog ik überhaupt kan gaan. Maar ik weet wel dat ik super hoog ga. Oh, dit was het. Ik doe nu helemaal niks. En ik ga nu vanzelf naar beneden. Maar ga ik doodvallen? Ik ga schieten! Bam! Oh, als hij nou dood zou zijn, hadden we alles opnieuw moeten doen voordat we die tweede glitch kunnen proberen. Want daarvoor moeten we ook weer deze spullen hebben. Maar ik val nog steeds naar beneden en dit vond ik een van de leukste glitches. Maar er zijn er nog veel meer. Dus laten we even doorgaan nu. Ah! Nee! Alles moet opnieuw. Nou, we moeten dan maar doorgaan naar het volgende. Oké. Laten we weer even wat kleins en luchtigs doen. Als je het tot nu toe allemaal wel leuk vindt, druk even op dat duimpje omhoog. En abonneren zou ook leuk zijn. Hier bij dit plekje, een nieuw plekje, kan je onder water lopen. Dus we gaan gewoon het water inlopen. En dan denk je, nou, dit is toch niet onder water lopen. Maar dit wel. Bam! We zitten onder water. En we kunnen hier gewoon lekker onder water doen wat we willen. We kunnen lekker even jansen. Je hoort het ook lekker onder water zo. We kunnen lekker alle emotes doen. We kunnen dit even in de lucht uitvoeren. Maar we kunnen niet te ver gaan. Want dan gaat het weer mis. Kijk. Hoppakee. Daar wordt het een beetje te ondiep. Dus wacht, misschien kan het wel op een andere manier. Als we dit zo heel voorzichtig doen. Zullen we dan daardoor gaan? Ja, kijk, dan kunnen we hier onder water blijven. Zolang we niet ons kopje boven het boven water aanraken, dan gaat het goed. Dus dit kan allemaal nog, maar ik kan niet heel veel verder. En die kant op kan je ook maar tot een bepaald stukje. Dus je kan dit wel proberen, superleuk. Dit kan niet heel veel kwaad. Het is gewoon een foutje van de game. Hier kan je niks aan doen als je dit hier zo per ongeluk doet of zo. En nu gaan we nog even door naar de laatste grote glitch. Dus bereid je voor. Alright, deze tweede grote glitch is eigenlijk wel heel erg tof, vind ik zelf. Dus ik meteen het laatste wat we gaan doen in deze video. Want dit is het allersikste. Alles simpelste eigenlijk ook nog wel om te doen. Hier, nee. Hey, teruggeven. Nee. Geef terug. Wat doe je nou? Het enige wat we moeten doen is dit hier zo neer te gooien. En dan gebruiken we deze. Dan gaan we dubbeljumpen met deze. En dan moeten we hier gewoon op landen. En dan gaan we keihoog vliegen. En hier ga je natuurlijk niet doodvallen, hè, hoop ik. Ik mag hopen dat we hier niet dood gaan vallen. Maar het leukste... Het leukste hierbij is als we dat op een ramp gaan doen, weet je wel. Dus dan gaan we op een ramp. Dan gooien we dat ding op een ramp. Moet ik er niet tegenaan vallen. Zo. En dan moet ik eventjes dubbel jump doen, als ik het kan. Ja. En nu erop. En als het goed is, word ik helemaal weggelanceerd. Hoppakee. En dit is een glitch die je bijvoorbeeld wel zou kunnen gebruiken. Ik wil eigenlijk weer terug. Ik kan het gewoon helemaal besturen. Waar ik heen wil. Nee, het lukte me niet. Ik wilde daar zo graag heen. Oké. Ik ga nog 1 keer proberen om terug te komen bij hem. Oh, daar komt hij aan. Ik wilde eigenlijk terug naar hem komen. Maar, oké. Nog 1 keer proberen hier zo. Die daar neergooien. En dan dubbel jumpen. En hierop landen. En omhoog. Boeiah. Hoppakee, got hem! Wacht, misschien kan hij dat ook. Of niet? Wacht, ik gooi dit naar beneden. Probeer het zelf maar eens, meneer. Hij kan het zelf proberen met dat ding. Ik ben benieuwd of het hem ook gaat lukken. Hij weet totaal niet hoe of wat het allemaal werkt. Maar ik ben wel benieuwd. Pak het, ga vliegen erbij en ga erop jumpen voordat hij oploft. Doet hij het?
Nee, nou landen, 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 landen erop. En... Oh! Very, very nice. Oké, dan ga ik nog even deze keer uitproberen. Doen we jump, schiet, double jump, double jump. Hoppakee! En nu gaan we oneindig hoog. Kan ik deze nou droppen? Dat gaat niet. Wacht, ik wil stoppen. Laat me stoppen. Make it stop! Nee, ik kan het niet meer cancelen. Jongens en meisjes, dames en heren. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik vond het in ieder geval wel een hele leuke video. Ik kan het nog steeds niet stoppen. Hallo, kan ik weer naar beneden alsjeblieft voordat ik weer dood ga vallen straks? Even kijken. Nou, ik blijf maar omhoog gaan. Dit wil ik niet. Make it stop. Laat er in ieder geval een like achter dus. Oh, en heel veel meer. En tot. Daar gaan we dan. De volgende. Deploy crash pad. Ja. Er is er nog eentje daar waar we hopelijk op gaan landen voordat we doodvallen. Like en abonneer. Druk op het belletje. En come on. Rood naar de 210.000 abonnees. En volg me op Instagram. En doe dit en doe dat. En nee. Waar ging die launchpad heen? Tot de volgende keer maar weer.